Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken bij Life Like Johan. En vandaag ben ik hier weer met Zoe en Moma. En we gaan gewoon vandaag even lekker een dagje naar het dolfinarium. Hebben jullie er zin in? Ja! Helemaal mooi. We gaan eerst naar mijn intro en daarna zien jullie ons in het dolfinarium. Zo mensen, we gaan nu eerst naar de zeehonden toe. Even kijken, er wordt een beetje uitleg gegeven over de zeehonden en alles. Dus dat wordt even door Zoe gefilmd en dan horen jullie een beetje meer over de zeehonden. De zeehonden en wel twee soorten zeehonden, namelijk de gewone zeehond en de grijze zeehond. En die gewone zeehond, die zit hier voor ons en die grijze zeehond die zit hier achter deze duinen. En daar komen ze zo meteen nog even op terug. Maar wat beide soorten gemeen hebben is dat ze vrij kleine voor- en achtervinnen hebben. Zeeleeuwen hebben juist hele grote voor- en achtervinnen en daardoor kunnen die ook lopen, rennen en zelfs klimmen. Ja, en zeehonden, die kunnen dat niet echt. Die kunnen een beetje, nou weet je wat, ik ga het even laten zien. Jongens. Kom maar. We gaan even een wedstrijdje houden om dat te demonstreren hoe zij zich voortbewegen op het land. Dan heb ik hier twee deelnemers. Dit hier is Mini en dit hier is Morgan. En zij gaan proberen zo snel mogelijk van deze drie stenen en die twee stenen daar te komen. Even wachten jongens. Klaar voor de start. Af. Nou, nek aan nek natuurlijk. Ja, het is geen Formule 1, maar... Kom jongens. Nou, Mini is als eerste. Lekker dikke haring voor jou. Iets kleiner voor jou. Alsjeblieft. Ook kunnen we een kijkje nemen op de buik. Doe het bij Rondo. Rondo heeft een hele spierbuik. Wil je even laten zien of zitten? Even laten zien hoe je daar komt. En 1. En 2. En 3. Oké. Okay. Genoeg voor vandaag, hè? Wil je deze? Ja? Alsjeblieft. Mini ook? Pino, laat even je horen. Pino. Heel goed, Pino. Laat zien. Slot, Millie, doen jullie mee? Omhoog. Slot, borst vooruit. Heel goed, jongens. Pino, doe je mee? Pino, omhoog. Dan blijf jij lekker zitten. Allemaal een hele klim natuurlijk om hierheen te komen. Zwaar naar mijn jongens, ik kan dag zeggen. Heel goed, Charlotte. Het was Morgan hier bijvoorbeeld, die houdt bijna van alles. Die houdt van haring, makreel, wijd, iets voor, noem maar op. Het gaat er allemaal in. Maar ik zeg bijna, want één vis vindt hij niet zo lekker. Ik zal het even laten zien. Nou, dus hij houdt niet van Chinees. Een haring vindt hij overheerlijk. Kijk of ik nog een één vis heb. Maar één vis. Nee. Jongens, rondje draaien. Heel goed. Nou, als ze dat dan combineren, dan kunnen ze ook zelfs wel aardig hoge sprongen maken. Dus voor de dames en heren, jongens en meisjes onder de brug, pas op bij het rode balletje, daar komt ze. Hoppa. Hebbes, dank je. Nou, tot slot gaan we nog even kijken of zij ons tegen kietelen kunnen. Dus wat denken jullie, kunnen zij ons tegen kietelen? Nee? Ja? Wie denkt van wel, steek je handen op? En wie denkt van nee? We gaan gewoon even kijken, hè? Mini, even omdraaien. We zien de voorvis een heel gevoelig plekje. Even kijken hoor. Ah, oké. Dat is duidelijk, hè? Ze kunnen er niet tegen, althans Mini niet. Maar om het goed te maken, Mini, en ik vis, want jij vindt ze wel lekker. Zo mensen,
We zijn nu naar bij de zeehonden vandaan en we gaan nu naar een show van de Californische zeeleeuwen. Dus die gaan jullie nu ook in het stukken zien of helemaal, dat zien jullie nog wel. Maar dat zien jullie nu. Thank you.
mensen. We zijn net van die Californische zeeleeuwen af. Oh, wat vond je ervan? Van de show? Dit vond ik leuk hoor. Mooi, mooi, mooi. Ja. We gaan nu naar de Rolf en de Haaien. Daar, die worden ook weer gevoerd. Weet ik van allemaal. Dus dat gaat zo hier filmen, want ik heb die Californische zeeleeuwen gefilmd. En nu mag zo hier het weer doen. Ja. Maar geen souvenirs en foto's. Dan horen jullie een beetje over die haaien, Rolf en zo. En dat is wel grappig. En ik laat jullie zien hoe Zoe een rog en een haai gaat aaien. Nee! Ja, dus dat zien jullie ook. Aaien. Dat is vies. Wat dan? Dat voelt echt vies. Dus je bent een mooi tuinvetje, hè? Dit voelt heel raar. Dit voelt heel raar. Dat voelt echt... Bobbelig. Kijk, nog een haai. Dat is wel gek. Hé, Zoe. Hoe voelt dat nou? Raar. Roggen haaien en haaien haaien. Roggen is echt heel erg bobbelig en haaien is echt heel lekker glad. Dus die rog schrik je af en toe echt wel van, maar die haai valt reuze mee. Vet toch? Ja. Is wel grappig. Kan je ook eens zeggen, ik heb een haai geaaid. Haaitje. Alsnog. Zo mensen, roggen geweest. Nu zijn we net ook, zoals jullie hebben gezien, leuk, gaan we nu naar de Aquabella show. Hè? Ja, let's go. Thank you.
Toon net bij de Aquapella Show geweest. Wat vond je ervan? Fantastisch, hè? Vond u dat ook allemaal, de Aquapella Show, mooi? Ja. Was heel mooi. Deze nu? Ja, deze show net. Ja, prachtig. Prachtig, ja. Die lijn doen het ook leuk, hè? Ja, heel leuk. Wij gaan nu naar de bruinvissen toe. Dus die zien jullie nu dan ook gaan we weer. Gaan ze ook een boterham eten. Zo mensen, de plannen zijn even gewijzigd. Zoals u ziet heb ik een paard achter mij. We zijn even in de onderodyssee. We gaan heel eventjes lekker eten. En daarna gaan we verder met de dag eigenlijk. Even kijken dat ik nu wat leuke dolfijntjes nog kan filmen onder water. Dat zien we nu wel. En daarna gaan we wat verder gaan doen. Zo mensen, we hebben lekker gegeten. We hebben zo'n leuk bekertje gehaald. Voor een paar koffie, thee en warme chocomel. En we laten jullie nu even de Stella Zeeleeuwen zien. Dus ja mensen, veel plezier met het kijken met even de Stella Zeeleeuw. En dan horen jullie daarna weer verder. Spelen met een bal, sturen met hun staartje. Op zijn neus een bal, dat kan hij goed. Door zijn snorharen weet hij hoe of dat moet. Zeeleeuw, oh, zeeleeuw. Is een kleine zeeleeuw ook een welp? Komt hij uit zijn moeder of uit een schelp? Zo mensen, dat waren de Stella Zeeleeuwen. Niet heel veel van kunnen zien omdat het best wel druk was. En nu zijn we hopelijk op tijd voor de dolfijnendelta. En dan is ook een beetje een educatief gedoe. En dat zien jullie nu ook eigenlijk wel een beetje, hoe die dolfijntjes plezier kunnen maken. En Momo is er ook nog steeds bij. Wat vinden we een beetje van de dag al? Ja hoor. Leuk toch? Heel best. Helemaal mooi. Nou, wie doe je dat? Naar je moeder? Nee. Maar ja, dus jullie zien nu de dolfijntjes wel. Mensen, zo is nog druk aan het zoeken, maar we weten het al, wij gaan naar de Walrusse show, weet ik veel wat voor show, soort van show, educatief of weet ik veel wat, we zien het wel, maar even kijken of dat we nog snel naar binnen kunnen. Dus we moeten even snel doorlopen, want de tijd is er eigenlijk al dat hij moet beginnen, dus even snel doorlopen, dan halen we het hopelijk nog wel. Dus nu zien jullie de Walrusse gefilmd door Zoe.
Zo mensen, dat was het alweer. We hebben met alle shows, demonstraties, weet ik veel allemaal al gehad eigenlijk. Het is nu net 14:45 ongeveer, weet ik veel hoe laat. 3 uur. 3 uur. En ja, we gaan nu even een beetje rond lopen in het park. We gaan nog een beetje naar de Lageraad of zo, weet je wat dat zegt? Ja? We gaan een beetje doorlopende naar het theater toe waar een doorlopende film is of zo. Ja. Geen flauw idee wat ze mee doen, maar je kan ook nog wel springkussen. De Sony gaat even op het springkussen. Nee! Dat hadden ze er ook niet in. En dus wij gaan nog een beetje in het park lopen, dus jullie zien wel wat beelden wat wij allemaal zien en wat ik jullie wil laten zien. Dus nog even succes met kijken van wat ik allemaal heb gefilmd eigenlijk vandaag. Zo mensen, het is alweer einde van de dag. Het was een hele leuke dag. Veel gezien, veel beleefd en zo. Het was heel gezellig. Gezellig. Ja. Wat vonden jullie ervan? Heel mooi. Leuk. Mooi. Wat vonden jullie het leukste van de dag? De dolfijnen. Nu waren we twee keer geweest zijn. Ja, we zijn twee keer naar Aquabella geweest.
Ja, maar ik vond dat ook gewoon het mooiste, het leukste. Ja. Nou, ik hoop dat jullie ook deze video leuk vonden. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook hieronder. Zet ook even alles in de reactie. Ja. Nog wat te vertellen? Nee, dat was zelfs een beetje. Nog wat te vertellen, oma? Nee? Nee, dat was straks bij. Dan spreken we jullie. Later.